1861, 1863 werd het eerste kasteel van Scholaar opgericht in opdracht van de politicus en oud-premier Frans Scholaar. Dit eclectische kasteel heeft duidelijk een neo-Vlaamse renaissance-inslag. Het kasteel wordt ook wel Kasteel Meerlaar genoemd, naar het gehucht Vorst Meerlaar. Of zoals ze hier zelf zeggen, Klein Vorst. Klein Vorst dus. Voilà. Hier ben ik, binnen in het Scholaarkasteel, of ook wel het kasteel van Meerlaar genoemd. Gebouwd in 1860, in neo-Vlaamse renaissance-stijl. En het is hier prachtig. In 1956 kwam het kasteel in de handen van de familie Kruibergs, die het omvormde tot restaurant- en feestzalencomplex. De meeste kastelen hebben zo'n kapel. Sommige hebben die ingebouwd, maar vrijwel altijd wordt die kapel heringericht. Maar niet in het Scholaardkasteel, waar we nog steeds prachtig terug kunnen zien dat dit de kapel was. Heel mooi. Thank you.
de Neo-Rocco keizerstrap. Leidt naar de centrale trapzaal beschilderd met Arabische motieven en teksten. Heel bijzonder zijn deze Koranteksten. Waarom Arabische tekens? Wel, de familie Scholaar had blijkbaar banden met Georgiërs. Vandaar. Misschien nog mooier dan beneden is boven. De salon. Op de koffie bij de eerste minister. Ja, dat misschien niet meer. Met dank aan de immer sympathieke Karel om ons hier te laten filmen, hè. Om mij deze unieke kans te geven om bij hem binnen te kijken. Voilà, dat was onze tocht binnen en buiten het Scholaar Kasteel. Een geweldige ontvangst. Ik heb er een verzekering gekregen. Bedankt Karel, we komen zeker nog op bezoek.